Beste kijkers thuis, wij zijn hier live in Kuusjegat. En wij als razende reporters zijn razend enthousiast om jullie te vermelden dat Omroep Meierij een samenvatting heeft gemaakt van de carnavalsoptocht 2018 en 2019. Zo heeft u nogmaals de kans om deze prachtige beelden te zien van de Prommelikantjes, BV Nix, Kneup en vele anderen. Dus ik zou zeggen, pak een pilsje, een borrel, een nootje erbij en geniet van deze prachtige beelden. Het is 1:30 op zondagmiddag en dat betekent dat de grote optocht van Kuusjegat, dat die van start gaat. Maar eerst nog eventjes Prinsjes, want heb je er zin in? Ja, zeker. Ja, dit is toch het mooiste wat er is. En voor mij is het natuurlijk wel weer een heel hoogpunt bovenop die wagen. Hè? Ja, nou ben je wel gewend natuurlijk om heel hoog te werken. Dat klopt, maar voor zoveel mensen die langs de kant staan, ja, dat is gewoon uniek. Dus ik had eigenlijk mijn bord mee moeten nemen waar ze mijn kartonnen beeld hadden. Want dan kan ik het aan de ene kant neerzetten, aan de andere kant kan ik staan, dan kan ik twee kanten zwaaien. Hè? En nu kan ik maar aan de ene kant mensen zien, dus dat is wel jammer, maar ik vind het wel leuk. Je bent al even langs de wagens geweest, wat vind je ervan? Ja, echt, het zijn hele mooie wagens. Iedereen, ja, we zijn ook al van tevoren al bij mensen geweest, maar ja, wat die jongens creëren, dat is gewoon uniek. En eigenlijk is het gewoon jammer dat er te weinig plaats is voor mensen waar ze wagens kunnen bouwen. En het zou wel heel fijn zijn als er sommige mensen een klein beetje een stalling kunnen zetten waar de jongens zijn wagens neer kunnen zetten. En dat is wel, ja, dat is wel belangrijk ook voor de optocht. Ja, en dan het motto natuurlijk, hè? Ja, daar geniet ik van. Dat is het motto. En ik wens alle kijkers van Meierij, Omroep Meierij, een hele top en een mooie kijkpartij. Ja, en dat kunnen we natuurlijk nu met de optocht van start, hè? Ja, zeker. We kunnen gaan, het is bijna tijd. Dus we hebben goed weer, gelukkig. We hebben vandaag zijn we in de kerk geweest, dus we hebben top. We hebben een keer een paar knaken erin gegooid en het is prachtig weer. Nou, dus jij naar de wagen en wij gaan kijken. Ja. Oké, hey, dankjewel, hè. En als de stoet dan eenmaal aan het trekken is, dan is het Hoempa Matata en Animo die als eerste hier voorbij komen. Daar genieten wij nou van. Ja, dat is ook het motto van deze carnavalsoptocht. En van al die vier dagen natuurlijk. Van Prinsjes, die op de achtergrond ook deze kant op komt. Gero, dat klopt natuurlijk al, want de prins die drinkt geen druppel alcohol, maar hij houdt het op zero. Ja, en dat is wat de prins allemaal doet, hè? Samen dakdekken. Onze prins nou toch geen tijd voor me dienen. Nee, je hebt helemaal geen tijd meer voor. Dan doen wij maar mee helpen. Dan hoeft hij niet alles alleen. Hè? Kijk, en daar genieten wij nou van. Hè? Dit is het Venetiaans schilderij van de dikke maatjes. Volgens mij ben je al vreemd aan het gaan. Ja. Dat komt niet op televisie op, of wel? Ja, want daar zie je natuurlijk ook. We moeten het onder de pet houden. Kan dat? Nou, voor deze keer dan. Niet uitzenden, hè? Nee, we zenden het niet wel uit. We zenden niemand iets, hè? Ja.
En hoe staat het met de getuigen? Met de getuigen staat het goed. Ik neem aan dat je gezien hebt dat het paar al een beetje vreemd aan het gaan is. Ze doen niet anders. Ja, maar ja. Hoe gaat het dan dinsdag? Nee, dat gaat dinsdag helemaal goed komen. Dat gaat helemaal goed komen. We hebben alles onder controle, Wilco en ik. Helemaal goed. En ook de Oivers uit de Eerde, die zijn vertegenwoordigd met de prinses en de hofdame en al het carnaval wat er nog achteraan komt. En waar is het blaasprobleem nou? Nou, als ik blaas, dan kan ik goed opletten. Ja, en als je het over carnaval hebt, de reigers in Zijtaart, ja, die kunnen er wat van. En die zullen ongetwijfeld weer heel veel grote en mooie wagens bij zich hebben. Prins Ronald ten eerste van de reigers uit Zijtaart. Ze zouden er eens niet bij zijn natuurlijk. Ja, die prins van jullie lust er natuurlijk wel eentje. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja? En ladder zat of valt het mee? Nee, valt mee. We hebben wel af en toe dorst, dus af en toe moeten we drinken. Ja, dat moet je natuurlijk doen, hè? Ja. Dat is nep, hè? De jeugd van de Heikrikkels, ook die zijn er dit jaar bij hier in Kussengat. Mooie dag toch? Ja. Mooie dag. Dit was een mooie groep. Bij ons in de hei wil ik altijd zijn met carnaval. Kikkels zijn bijzonder, kikkels feesten graag en ieder hoort erbij.
Prins Matthijs en prinses Daisy van de Heikrikkels. Vrijdagavond waren ze nog in de Krikkelstal te vinden. En nu hier in Kussengat. Dan ga je zo altijd bij je schoonmoeder langs? Ja, ik wip altijd zo langs. Maar even, dat klopt niet helemaal, want ik ben toch wel een beetje traag. Jij? Ja, ja, met deze wip. Ik zou zeggen wipsje. Ja, dat denk ik ook wel. Ik hoop vanavond ook. Volgens mij ben je helemaal in balans. Wij zijn helemaal in balans. Ja, dat klopt helemaal. En je moet proberen zo te blijven. Denk je dat dat lukt? Als we alles gecontroleerd doen, dan gaat het zeker lukken. En zeker de komende 3 dagen nog? Ja, zeker. Ja. Vloeibaar, dat kan wel helpen, maar we kunnen nog altijd gelijk blijven. Gezellig. Blijf de glazen vullen met nog meer alcohol. We zijn niet meer te houden, gooi de bankjes lekker vol. Zitten hangen liggen, zo zijn we niet getrouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Wat zijn het? Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Ja. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Ja. Ja, het is geen gezicht als je dat zo ziet, hè. Ja, het was geen gezicht, hoor. Nee, het was geen gezicht. Nee. Ik kan beter mijn drakenpak aanhouden. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar wel supergezellig weer. Ja, wel leuk om te doen. Ja, supergezellig. Ja, dus. Moet ook aan meewerken, hè. Ja, zeker. Doen we gewoon, hè. Zijn niet de flauwste. Nou mag ik zeker niks vragen. Nee, wat nou? Het moet heel vroom zijn, denk ik, hè. Ja, goed. Wat heeft de paus gezegd? Nee, de paus gezegd, dus dat is het voorbeeld. Dit is een voorbeeld? Ja. Nou, zullen we het vragen dan? Doe maar. Het is wel heel vroom, hè? Ja, dat klopt, inderdaad. Ja. Mag er niks gezegd worden eigenlijk? Nou, dat mag wel, maar wel op gepaste wijze. Ja, want anders dan komt er op de koffie, denk ik. Ja, uiteraard. Die voorste niet gezien, denk ik. Nee, maar dat hoeft ook niet alles te weten. Als we op woensdag maar weer in de kerk zitten, dan is het goed. Prins Rick, de eerste van Kussengat. Gisteren had hij zijn eigen optocht en vandaag mag hij natuurlijk ook weer mee in de grote optocht.
hier in Kussegat. Het ging niet goed, hè? Nee, hij is helemaal niks weg. We hebben er een park gekocht, hè? En we hebben gewoon helemaal verkeerd park gewerkt, want het is helemaal niks weg. Helemaal niks weg. Je had ook een betere hit mee moeten nemen. Eigenlijk wel, ja, want het was een opgesloten met een mooi parkje, maar niks weg. Het is helemaal niks. We gaan er vanavond frikandellen van maken. Ja, weer of geen weer, maar het vermaak gaat door, hè? Het vermaak gaat zeker door. En Klets vermaakt jullie toch al een beetje, hè? Kijk, we hebben een Rad van Fontijn. En wij zijn de vermaakservice. En een piepshow, hè, voor de volwassenen. Dus ja, ook al dat het weer zo is, wij vermaken jullie toch wel een beetje, hoop ik. Ja. Ja, de hele familie meegenomen. Ja, er moeten meer mensen in de optocht zijn, hè? Ja, maar... En dit is een oplossing. Ja, maar het is wel een lamme tak, geloof ik, hè? Nou, ze volgen goed. Dat is één geluk. En die in achterste? Ik hoop dat die volgt. Dat kan ik niet zien, maar voor ze wel. Dat blijkt later plaats, hè, als je thuis bent. Ja, kijk wel of het hier dan bij is. Dat zien we dan wel weer. Zorgen voor later. Kijk uit, pas op voor die stier! Heb je het weer gered? We hebben het weer gered, ja! Maar de stier, die versiert het toch niet? Nee, die versiert hem niet, we houden hem in toom! En lukt dat? Momenteel nog wel! Ik ben van de waarderingen. En hoe lukt het? Ik geef geen hoge cijfers. Maar ik ben erg streng namelijk. En je kunt makkelijker weer omhoog als omlaag. Hè? Ja, dat zeggen ze altijd. Weer omhoog, hè? Ja. Dat zei ik vroeger op school ook altijd. Dat doe ik thuis ook, hè? Niet te duur, hè? Je kunt altijd nog omhoog, hè? Maar wat vinden van de optocht zelf? Grandioos vind ik die optocht. Ja. Ik heb hele mooie dingen gezien. Thuis helemaal niks meer? Ik ga helemaal niks meer, helemaal klerenkast waar leeg. Het nog geluk dat je nog een sjaal hebt gevonden. Ja, ik heb een mooie kussengat sjaal gevonden. Dus dat is wel fijn, want anders was het heel koud.
probeer het eigenlijk maar warm te houden. Ja, doe ik, dan gaan we voor springen. Doe dat eens. Ja, ik hou wel van de knappe voetbalvrouw natuurlijk. Ja, niet van het voetballen. Ja, van Lieken ook. Ja, ja, één boek spieren, hè. Jullie draven wel door, hè? Ja, behoorlijk, hè? Hebben we van ons Ankie geleerd. Zo te zien wel, ja. Dat is onze zus. Die zeggen, jullie wel eens in een optocht lopen. Draven in ieder geval, hè? Nou, ik vind wel dat je het heel goed doet. Ja, maar ze kennen nu gewoon met keiskorn. Dan genieten wij van, hè? Ja, heel erg. Geniet. Volgens mij is het weer prijs mee, Big Mama. Ja, ik ben er bang voor. We are watching you, zo. Eentje meer of minder maakt niks meer uit. Nee, dat denk ik ook niet. Hè. Die kan volgend jaar ook weer mee in de optocht. Graag! Er zijn er drie kamerhendig nog in erbij. Ja, dat wordt wortel schieten, hè? Ja, dat wordt wortel schieten. Wij schieten wortel in Veghel in Kussengat, hè. Dat is het mooiste wat er is. Ja, maar nou is mijn Rijstad. Ja, we horen bij mijn Rijstad, maar wij hebben wortel geschoten in Kussengat. Wij komen uit Dorshout en ja, niks mooier dan Kussengat. Daar gaan wij altijd voor. Keischoen. En een fantastische optocht, ondanks het slechte weer. We maken er gewoon iets moois van. Het is een mooi feestje. Een skelet nog zo mooi kan dansen, hè? Nou hè, mooi hè. En je bent nooit alleen, hè, altijd met z'n drieën. Altijd met z'n drieën. En ze volgen ook nog. En ze volgen ook nog. Nooit uit de maat, altijd in de maat, hè. En veel moeite mee gehad om ze dit aan te leren. Nee hoor, viel wel mee. Volgen alles probleemloos op.